Mensen zonder handicap staan er misschien niet bij stil, maar rolstoelgebruikers in Brussel zijn eerder zeldzaam. Wat zijn de problemen en is er beterschap op komst? Marie-Hélène Warrens en Erik de Velder nemen ons een dagje mee. Marie-Hélène Warrens is 55 jaar oud en belandde 24 jaar geleden in een rolstoel. Ze vindt Brussel een moeilijke stad om zich te verplaatsen en voetpaden zijn daarvan de hoofdreden. Maar wat is juist het probleem? Elke keer zijn er een aantal hindernissen die de weg moeilijk maken. Namelijk voetpaden waar je niet op kunt, of wel kunt je erop, maar je kunt er aan het einde niet meer af. Dan, als de voetpaden aangepast zijn, is de hellingsgraad soms veel te sterk, veel te hoog. Zodanig dat ik heel veel moeite heb om die stoepen ook af te geraken. Dan zijn er plekken waar de stenen zodanig slecht gelegd zijn, dat je ook veel moeite hebt. In glasscherven, daar heb ik het meeste schrik van. Want als ik een platte band heb, dan sta ik hier, dan kan ik helemaal niet meer vooruit. Erik de Velder zit al 10 jaar lang in een rolstoel na een auto-ongeval. Ook hij vindt dat het op het vlak van voetpaden beter moet. Wel, ten eerste voor mij persoonlijk, als je rolstoelgebruiker bent, de belangrijkste verplaatsing voor mij is te voet, is op eigen kracht. Je moet bewegen, zoveel je kan. Wat heb je daarvoor nodig? Dat zijn voetpaden. Je moet niet de hele stad autovrij maken daarvoor. Je moet gewoon goede voetpaden hebben en goede oversteekplaatsen. En die zijn er nog niet genoeg. Niet in Brussel, niet in de andere 18 gemeenten. Je moet nog heel veel energie moeten stoppen om te kunnen oversteken. Want dan denkt men, oké, wij leggen een helling die dat dan wel goed is voor een kinderwagen. Maar dat is dan zo'n steile helling waar dat je met een rolstoelgewicht niet over kan. Dus het autonomiebeginsel zit er nog niet helemaal in. Inge Pame van Mobiel Brussel erkent dat niet alle drempels aangepast zijn voor de rolstoelgebruikers. Het is een probleem als de borduren te hoog zijn. Wij proberen altijd aan de plaatsen waar rolstoelgebruikers langskomen, maar bijvoorbeeld ook slechtzienden, die worden dan gemarkeerd met blinde geleidetegels, proberen wij altijd te zorgen dat er een lichte helling is, zodat de rolstoel daar vlot over kan. Als er problemen zijn, kan dat altijd gemeld worden via Fix My Street. Dat werkt wel goed, dus laat het weten, dan kunnen we de borduur naar beneden halen. Ja, hier kan ik wel niet op zijn. Dus aan de overkant kan ik eraf en ik kan ik niet op. Brusselse staatssecretaris voor verkeersveiligheid en gelijke kansen, Bianca de Baats, beseft dat er nog problemen zijn. Het klopt natuurlijk dat er nog altijd heel wat drempels zijn, ook vaak fysieke drempels. Zeker in de openbare ruimte voor mensen met een handicap. Voetpaden, maar ook toegang tot metrostations, om nog maar eens een voorbeeld te noemen. En daar werken we inderdaad aan, samen met de minister die bevoegd is voor openbare werken. En als er drempels zijn, dan worden die weggenomen. Voor de langere afstanden in de hoofdstad gebruikt Erik zoals iedereen het openbaar vervoer. Ook op dat vlak kan het volgens hem beter. Neem je gewoon, de metro gaat snel, maar je hebt het probleem al, geraak je aan het perron. Heb je liften voor nodig? De bedoeling is natuurlijk op termijn dat alle metrostations rolstoel toegankelijk zijn met een lift. Je moet ook aan de halte geraken. Niet altijd even simpel, met een goed voetpad wel, maar het vraagt heel veel inventaris van de rolstoelgebruiker om te weten waar hij naartoe kan. Gelukkig zijn er pleisters op die wonden, dat heet dat assistentie. En die assistentie gebruikt Erik ook. Hij keert vandaag met de metro terug naar huis. Goeiedag mevrouw, ik wou graag PMR-assistentie van de metro Sint-Catalijne naar Petillon. Even wachten. Officieel is het 1 uur. Vervoersmaatschappij MIVB werkt aan het probleem. Het is zo dat we de afgelopen jaren die wachttijd al heel wat hebben ingekort. Eerst van 48 naar 24 uur en dan sinds korte tijd ook nu naar 1 uur. Hoe korter we het kunnen maken, hoe beter uiteraard. We doen er alles aan om die wachttijd zo kort mogelijk te houden en om die assistentie zoveel mogelijk ook uit te breiden. Marie-Hélène vindt die assistentie nog altijd niet de ideale oplossing. Ik vind dat het eigenlijk niet meer van onze tijd is dat je niet de metro kunt nemen, dat het u schikt, dat je dat allemaal op voorhand moet gaan regelen, dat er iemand u moet begeleiden van personeel. Er zijn genoeg andere steden, hoofdsteden, kleinere steden in Europa en elders, waar dat je een veel soepeler systeem hebt, maar dat je alleen gewoon de metro neemt.
Gewoon inkopen doen in de buurtwinkel is niet eenvoudig. Dikwijls is er een trapje of een te smalle deur. Bonjour. Ça va bien, merci. Et voilà. Trois tangerines. Marie-Hélène ergert zich dan weer mateloos aan de onaangepastheid van vele cafés en restaurants. Zij krijgt drie problemen aan. Maar de ingang van het restaurant is één ding, dan ben je dus al binnen. Maar het tweede is dat je aan een tafel moet geraken, alleen beter gezegd onder de tafel. Een derde punt in restaurants en cafés, en dat is wel het moeilijkste, dat is dat je bijna nergens een aangepast toilet vindt. Vaak zijn de toiletten hier ook in de kelder, dus met een trap naar beneden, zonder lift. Ik denk dat daar nog heel veel dingen te doen zijn op dat gebied. Maar toch koos Erik zelf voor de stad Brussel. Wel, ik ben zeker blij om in Brussel te leven, want ik heb voor Brussel gekozen na mijn auto-ongeluk. Dat was een bewuste keuze. Maar ik kan meteen zeggen, er is nog heel veel werk aan de winkel. Ik besef dat er nog een hele weg af te leggen is, dat er nog heel wat drempels zijn, maar we zijn wel op de goede weg en we moeten inderdaad daar de komende maanden, jaren heel hard aan werken om alle drempels weg te nemen. Rolstoelvriendelijk. Af en toe een glimlach, ja, maar een leuke ambiance 24/7, nee.